Ik heb een vervelende mededeling. De cursus clownerie met moeilijke collega's die gaan niet door. En er was te weinig animo voor. Dus die wordt toegevoegd aan de kliniek algemene acrobatiek voor de middenkade. Oh, jammer. Ik was zo verheugd. Ja, ik was sowieso niet gegaan. Ik heb een verklaring van de bedrijfsarts, dus... Ik ben eigenlijk wel opgelucht. Ik ben een beetje bang voor clowns. Maar we gaan snel door met de volgende cursus. Hoe hou je vaart in je verandertraject? We gaan op de Segway. Oh, wat enig. Zo'n opgevoed steekkarretje. Ja, om de drommel niet. Ja, ik heb etalagebenen. Ik hoef er ook helemaal niet op van de CEO. Is toch juist leuk? Je stuurt met je lijf. Dus in jouw geval ga je altijd rechtdoor. Ja, moet toch ook een keer terug? Mooi speelgoed. Hoeveel cilinder is dat na? 1 accu. Toch nog. We gaan het meemaken. Maar weet jij dat de eigenaar van Segway met zo'n ding van een klif is gekletterd? Echt waar? Mm. Wat zielig. Ook voor mevrouw Segway. Ja, doe maar even lekker snuffelen. Het is eventjes belangrijk dat je vertrouwd raakt met het apparaat. Oh ja, dat zeg ik ook altijd op een eerste date. Het gaat hierbij om de juiste balans. Het heeft allemaal te maken met houding. Oh ja, vertel mij wat. Pas als je de goede houding hebt, kun je lekker gaan rijden. Oh, hou jij toch eens op met die seksistische opmerkingen, zeg. Oh ja, nog even en ik neem contact op met mijn vertrouwenspersoon. Ook al ben ik dat zelf. Geil. Iepe zure vakbond, Stakkebos. Maar ze zegt op zich wel handige dingen. Dingen die je niet hoeft te pikken. Ada zit al 32 jaar in de OR. Die gaat tot het gaatje. Ze weet alles van vakantiedagen, het opzegverbod bij arbeidsongeschiktheid, de WGA-hiaatverzekering en de 168-uurige werkmaand. Ik moet haar af en toe gewoon naar huis sturen, want zij heeft zo'n stuw meer aan vrije dagen. Zij hoeft, strikt genomen, eigenlijk nooit meer te werken. Ik zat een beetje in de rat over dat levensloop, zorg, spaar, verlofsregeling ding. Maar dan zegt zij dus, zo en zoveel zou het moeten zijn, dan en dan moet je het opnemen. En betaal er nou je hypotheek maar van. Dus dat doe ik dan maar. Anders zijn de rapen gaar. En als ze niet steeds had lopen emmeren over de etalagebenen of de prikkelbare darmen, dan had ze al lang in salarisschaal 12 gezeten. Als je je balans gevonden hebt, dan ga je een rondje rijden. Ja. Want eindeloos in een kringetje blijven ronddraaien is het hoogst haalbare voor een overheidsinstelling. Nee, dat cynisme van jou, daar schieten we wat mee op. Cynisme, dat is de laagste vorm van verantwoordelijkheid nemen. Ga je achterover hangen, kom jij niet mee. Ik heb Biesje al 2 keer ingehaald, dus aan mij zal het niet liggen. En als je te snel gaat, en dan kan de rest van de collega's kunnen jou niet bijhouden, stem daarom je snelheid af op elkaar. Het is een veranderingstraject. Het heeft allemaal te maken met attitude. Goh, Jelte, dit is echt een apparaat voor jou, hè? Een soort spreekgestoelte. Ja, maar dan eentje die lekker snel wegrijdt. En wij kunnen de andere kant op. Kijk, zo'n cursus. Iedereen denkt zo makkelijk. Ah, een beetje keten. De baas uitlachen op kosten van de belastingbetaler. En dat is natuurlijk ook zo. En dat werkt zo motiverend, dat al die neuzen dezelfde kant op gaan. Dat je met z'n allen, met nieuwe techniek, onderweg bent naar een stip aan de horizon. Het is een zwaar verlul dit. Ik wil een vette leasebak. Sta ik hier als projectmanager op een gepimpte grasmaaier? Gaat het, Ada? Valt me helemaal niet tegen. Volgens mij is het heel goed voor mijn rug. Moeten we op de zaak ook hebben. Pas je even het kopieerapparaat moet of zo. Ja, het is de kant daar van de kantoortuin. Ja, daar moet er ergens een potje voor zijn. In Brussel of zo. Ik heb hele korte lijnen met het kader. Doodjes kader. Wat gaan we er als gemeente Veen en Bosserduinen aan hebben dat we allemaal op een Segway kunnen rijden? Ze zien ons aankomen tuffen bij de volgende raadsvergadering. Ja, je ziet het aan die glinsteringen in die oogjes. Het is een soort van mindsetverandering in die kopjes. Ja, je ziet dat het werkt. 2 weken. Max. En daarna gaat gewoon weer iedereen doen wat hij toch altijd al nooit deed. En dat is me goed ook. Want dan komen ze volgend jaar weer terug. En dan zeg ik, dat noem ik visie.